Dit is het ondernemerscollege van Baker Tilly Berg. Deze keer, hoe activeer je de koopknop van je klant? Hier is neurowetenschapper Roeland Dietvorst. Of je nu in de sales zit, een marketeer bent of een ondernemer of eigenlijk gewoon een mens. Wat we eigenlijk continu heel de dag doen is een soort strategische pakketjes informatie samenstellen. En die willen we dan zenden naar een ander brein. Niet alleen om een boodschap over te brengen, maar we willen daar een soort waarde creëren. Mensen motiveren om voor jouw dienst, product, organisatie te kiezen. En dat is eigenlijk een interessant strategisch spel wat we allemaal voortdurend spelen. En als je beter wilt begrijpen en eigenlijk meer grip op wilt hebben, dan moet je ook begrijpen dat niet alleen dat bewuste stemmetje in je hoofd daar een belangrijke rol in speelt, dus de ratio, maar dat er ook hele reflexmatige, automatische processen hier een sleutelrol spelen. En we gaan nu met name kijken naar meer dat, sommigen noemen het graag onbewust. Ik vind dat het de lading niet zo goed dekt. Ik spreek liever over automatisch reflexmatig. Als je dat van het gedeelte van het brein iets wil begrijpen, is het ook heel nuttig om te kijken naar hoe dieren dat bijvoorbeeld doen. Want die hebben bijna alleen maar zo'n automatisch brein. Dan heb ik hier een voorbeeld. Die wetenschappers hebben deze duif uitgerust met een iPad. Ze leren die duif om kwaadaardige kankergezwellen te herkennen in tissue samples. Dus als je goed kiest, dan krijgt hij een beloningje. Zijn genotcentrum wordt dan actief, dus dan denkt hij, hey, dat gedrag moet ik blijven herhalen. En zo'n duif in 3 dagen, zonder eigenlijk instructies, zonder dat een duif reflecteert over wat hij feitelijk aan het doen is. In 3 dagen is een duif tot een accuratesse van 86% om kwaadaardige gezwellen te kunnen herkennen. Als je 12 duiven in een rij zet, dan ben je accurater dan een menselijke radioloog met zo'n 15 jaar training. Waarom is dit nou zo boeiend en wat is de boodschap die ik wil brengen is, zo'n heel klein brein kan dus kennelijk hele complexe dingen doen. Straks in dit ondernemerscollege. Er is laatst in de Verenigde Staten iemand veroordeeld voor moord op basis van een fMRI-scan. Dus het lezen van zijn gedachten uit het brein. En als je nu kijkt naar de evolutie van ons eigen brein, dan zie je iets bijzonders. Dus we kijken hier, je ziet een vis, reptiel, vogel. 300 miljoen jaar ontwikkeling van het brein, maar ja, eigenlijk gebeurt er niet zoveel. Dan gaan we kijken naar de zoogdieren, dus een rattenbrein, een apenbrein en een mensenbrein. En dan zie je dat dat nieuwe gedeelte hier, die cortex, vanuit evolutionair perspectief in ieder geval heel snel is gaan groeien. Maar wat bijzonder is, als ik nou die cortex optil, dan ligt hieronder nog steeds die hele oude structuren. Dus die structuren die herkennen wij en die kunnen wij terugtraceren tot aan kikkers. Simpel gezegd, de evolutie heeft besloten om niet steeds die oude delen weg te gooien en opnieuw te beginnen. Maar evolutie bouwt steeds complexere lagen op die bestaande oude kern. Dus eigenlijk zijn we uitgerust met 2 typen neurale systemen. Een systeem 2, zoals Daniel Kahneman dat noemt, ons moderne, plannende, kan in potentie logica toepassen. En daarnaast hebben we een reflexmatig automatisch brein. En die 2 die produceren gedrag, maar alles wat in het automatische brein gebeurt is buiten jouw controle en buiten jouw bewustzijn om. En dat creëert een gigantische misconceptie in hoe wij denken wat ons gedrag nou werkelijk stuurt. En dit passen wij in de markt toe op voorbeelden. Maar als je iets wil verkopen, dan begint dat toch wel met aandacht. Je ziet dat mensen vaak gezichten gebruiken. Dus we zijn automatisch geneigd om direct naar een gezicht te kijken als hij in ons zichtveld zit. Maar als je dan een display in een winkel neer zou zetten, en dat hebben we dus getest met eye-tracking, dan zie je inderdaad een gezicht hier in het display. En die balkjes zijn dan de eye-tracking, dus ze worden eerst gekalibreerd. Ze proefpersonen in het lab en die kijken ergens naar. Maar je ziet dat mensen kijken eigenlijk voornamelijk naar het gezicht. En dan zeiden we, probeer het nou eens iets te verlagen en die ogen even weg te nemen. En wat zie je dan? Dan zie je ineens dat mensen hier voornamelijk naar dingen kijken die je eigenlijk wil verkopen. Het is gewoon een heel simpel trucje om rekening te houden met het reflexmatige brein om aandacht te kunnen sturen. We hebben ook heel sterk de neiging, als een gezicht jou aankijkt, is die aantrekkingskracht om te kijken nog sterker. Dus links zie je de Duracell bunny die je aankijkt. Dan zie je dat de eye-tracking laat zien, iedereen kijkt naar het gezicht. En rechts hebben we met Photoshop de gaze veranderd van de bunny. Dus dan zie je dat iedereen automatisch kijkt waar het konijntje naartoe kijkt. Dus ga je naar het logo kijken. Geheugen is makkelijk 15% hoger, laat onderzoek dan zien. Je ziet eigenlijk dat de ogen heel reflexmatig gestuurd worden. Toen zijn we eens gaan denken, zou het dan ook kunnen voorspellen met artificial intelligence? Dus we hebben inmiddels zoveel data verzameld, dat dit is een model dat is getraind op 10.000 plaatjes, waarvan we weten waar de mensen de aandacht naartoe gaat. En vervolgens is een deep learning algoritme zichzelf gaan trainen. Als dit de visuele input is, echt op het niveau van pixels, waar gaat dan de menselijke aandacht naartoe? Er zijn eigenlijk 2 video's. De bovenste video is echte eye-tracking. Dat is toch 10 dagen onderzoek en een behoorlijk bedrag. En die onderzoeksvideo die kunnen wij in een minuut genereren. Dus artificial intelligence die aanwijst waar mensen naar gaan kijken. En dit is ook een van de dingen waar we mee bezig zijn, is dat reflexmatige brein. Hoe voorspelbaar is dat? En hoe ver kunnen wij gaan door dit soort artificial intelligence systemen te gebruiken? Om eigenlijk respondent onderzoek te kunnen vervangen met een soort human response simulation modellen. We gaan nu iets anders doen met dat kijken en snel beslissingen nemen. Dus ik heb nu een experiment voor jullie klaargezet. Ik ga zo meteen 2 gezichten aan jullie laten zien. Dat doe ik ook heel snel. Ze zijn naast elkaar. Dat zijn US Congressional Election Candidates uit de States. Dus die gaan met elkaar de strijd aan op het politieke toneel. Die zijn natuurlijk maanden met een campagne bezig, pompen er heel veel geld in. Dan heb je de verkiezing. Je bent leiders voor je land aan het kiezen. Dus je hebt tijd zat. Je gaat een belangrijke beslissing nemen. Dus dat zou je toch heel bewust moeten doen. Dat gaan we even bekijken. Want we gaan nu een verkiezing houden, maar dan in een halve seconde. Dus ik ga ze jullie laten zien. Luister naar je onderbuikgevoel. Wie van de twee denk je dat het meest competent is? Je hoeft niet naar de achtergrond te kijken, het gaat puur om het gezicht. Zijn jullie er klaar voor? Daar komt hij. Het gaat heel snel. Daarna gaan we stemmen. Ik ben benieuwd. Wie denkt dat die persoon de meest competente was? Serieus? Wie denkt dat die persoon de meest competente was? Kijk, dus eigenlijk in een halve seconde hebben we allemaal dezelfde voorkeur voor één kandidaat. Dat zijn ze dus verder gaan onderzoeken. En wat blijkt? Deze studie komt uit 2005 als de eerste. Ze begonnen met 1 seconde om te oordelen. Vervolgstudies hebben laten zien dat je die kon reduceren tot 100 milliseconden. Dus dat is tik-tik. En dan kunnen wij met een groep hier in Nederland die die politie nog nooit in hun leven gezien heeft, kunnen we meer dan 70% van dit type verkiezingsuitslagen correct voorspellen. Dit moet een bommetje leggen in jouw gedachten. Want als ik nu aan jullie ga vragen, de laatste keer dat je zelf op een politieke kandidaat gestemd hebt, probeer voor jezelf eens te onderbouwen waarom je die kandidaat gekozen hebt. Nu in jouw brein is jouw moderne module een intelligent klinkend verhaal aan het maken, waarvan ik wil zeggen, dat kan misschien wel waar zijn. Ik wil niet zeggen dat dat verhaal inhoudelijk geen hout snijdt. Maar het is op zijn best de helft van het verhaal. Dus er is niemand die zegt, eigenlijk in een vingerknip wist ik al voor welke kandidaat ik zou gaan stemmen. Dat is feitelijk wel wat dit onderzoek dus laat zien. Dus ook het kiezen van leiders voor jouw land is toch een stuk minder rationeel dan je zelf zou denken. Nou, hoe werkt het nou, die voorkeuren in het brein, als we bijvoorbeeld dingen gaan kopen? Dus we gaan nu naar een studie kijken. Dit is in principe, noemen het al, een klassieke neuromarketingstudie. 2007, 30 studenten in de university in Amerika gaan in een scanner liggen. Die krijgen allemaal $30 om boodschappen te doen. Dus zij liggen in die scanner en dan komt bijvoorbeeld een doos chocola voorbij in de eerste 4 seconden. Dus ik naar die doos chocola te kijken, denk ja, wil ik die hebben, wil ik die niet hebben? Nou, denk het wel. Maar dan komt de prijs in beeld 4 seconden lang. Wacht even, je moet $7 betalen voor die doos chocola. Dan heb je 4 seconden de tijd om na te denken. Ik koop het of ik koop het niet. En heb 2 seconden pauze en dan komt het volgende product weer. Dit ging ongeveer 1,5 uur lang zo door. Er was 1 student die had niets gekocht. Die ging met $30 naar huis. Geen idee of hij de taak begrepen heeft. Maar het mooie van zo'n fMRI-scanner is dat je kunt kijken, iedere keer als iemand zegt ja, ik wil het product kopen, versus nee, ik wil het product niet kopen. Welk onderdeel in dat brein zit nou eigenlijk in die besturingsstoel hiervan? Dus daar gaan we nu naar kijken. Datzelfde onderdeel waar die duif mee getraind wordt, dat heet de nucleus accumbens, het genotcentrum. Dat is ook bij ons moderne mensen nog steeds voornamelijk verantwoordelijk voor ons koopgedrag. Dus hier NACC, nucleus accumbens, hier diep in die kern van dat oerbrein. Dat is een heel belangrijk gebied als je mensen iets probeert te verkopen. Daar zit onze begeerte, omdat je iets wilt hebben eigenlijk. Dus je kunt zien, als dit onderdeel in het brein aangaat, als je naar een product kijkt, dan kun je aan de hand van die activatie redelijk goed voorspellen of iemand het product ook gaat kopen een paar seconden later. Dus de belofte van ons vakgebied is, oké, er zijn veel processen waar we kennelijk niet zelf bewust bij kunnen, waar we geen introspectie van hebben. Maar kunnen we dan met moderne neuroimaging technieken in dat brein kijken op het moment dat iemand die stimulus verwerkt en kunnen we met die informatie beter dan leren voorspellen welke uitingen goed gaan werken of niet? Nou is dit een studie in 2016. Dus is hier een winkel in een supermarkt in Duitsland en dan proberen ze chocola te verkopen. Maar op die in-store communicatie konden ze kiezen uit 6 verschillende uitingen. Dus die uitingen zijn... laten we even met de zaal kiezen. Welke jullie denken dat het meest effectief is om chocola te verkopen? Wie denkt dat je linksboven moet hebben? Of armen? Rechtsboven? Links in het midden? Dat is meestal de meest populaire. Rechts in het midden? Linksonder? Bijna niemand. Dat is de winnende, meest effectieve uiting geweest. Kun je afvragen, ja, hoe komt dat dan? Maar wat ze hier gedaan hebben is eigenlijk wel interessant. Dus ook hier zijn ongeveer 25 mensen in een hersenscan gelegd. En dan kijken ze onder andere naar de activiteit in het genotcentrum... terwijl mensen dus kijken naar die verschillende uitingen. En als je dan een model gebruikt op basis van hersenactiviteit... zie je hier het percentage klanten dat iets gekocht heeft... en hier die activiteit in dat beloningscentrum. En er komt een hele mooie voorspelling uit... van hoe effectief die uitingen zijn in het verkopen van chocola. Had je nou ouderwetse methode gebruikt om de juiste uiting te kiezen... had je in dit geval 50% van jouw campagnevolume geschild aan effectiviteit. Dus dat is inderdaad een aanzienlijke hoeveelheid. Het andere wat we dus leren... Wij passen dit toe op verpakkingsonderzoek, reclameonderzoek... tv-reclames, websites, nieuw logodesign. Maar bijvoorbeeld ook wat voor payoff zou je moeten gebruiken. En het gebruik van payoff en verkoopargumenten, daar gaat ook veel mis. Als ik aan jullie de vraag zou stellen, dus denk even voor jezelf na... wat houdt je tegen om thuis gebruik te maken van de frituurpan? Ik hoor jullie denken, ja, het ruikt best wel sterk. Je wordt er best wel dik van. Daarna moet je die frituurpan schoonmaken. Dus die mensen die zich met deze producten bezighouden, die marketeers, die horen dat terug van consumenten. Dus die gaan met hun product aan de slag, die willen dat dan verbeteren. Maar dan moet je natuurlijk ook op die fles weten te communiceren ja, wat je dan feitelijk doet. Dus zij lieten ons die fles frituurvet zien en daar stond op met de payoff milde geuren. En dan denk ik, ja, als neuromarketeer, milde geuren... Als marketeer denk je, waarom coach iemand mijn product nog niet? Dus dan ga je al die barrières dan in kaart brengen. Dan ga je campagnes ontwikkelen om mensen over die barrière heen te helpen. En wat wij zien met ons onderzoek is dat je juist die barrière impliciet in ieder geval activeert. Dus we zijn gaan onderzoeken welke payoff werkt nou goed op een fles frituurvet. Dat ga ik even aanwijzen. Hier hebben we een soort gepercipieerde waarde. Hier hebben we de koopimpuls, dus je wil rechtsbovenin zitten. En helemaal links onderin zien we minder aanslag in de friteuse. Dus dat is geen verleidelijke boodschap, want het beeld wordt opgewekt... dat jij de frituurpan aan het schoonmaken bent. Beperkt vetopname, nog steeds niet verleidelijk. Milde geuren, positief geframed, maar nog steeds niet heel erg verleidelijk. En die marketeers hadden ook het idee, weet je wat... laten we in plaats van haute cuisine, haute frituur proberen. En dan zit je dus helemaal hier rechtsbovenin. Dus de nieuwe strategie van deze frituur wordt dus haute frituur. Gewoon een hele simpele kwaliteitstempel... waar impliciet helemaal geen negatieve dingen aan vastkleven. Dus zo zie je dat met verkoopargumenten... jezelf ook vaak in de voet kunt schieten. Waar gaat ons vakgebied naartoe? Dit is een techniek die we nu al in de praktijk toepassen. Maar... er kan nog veel meer gebeuren in ons vakgebied. Dus wat ik net al heb laten zien met artificial intelligence... dat je bijvoorbeeld kunt voorspellen waar mensen naar gaan kijken... is dat we nu dezezelfde algoritme toepassen... om veel beter te kunnen begrijpen wat er feitelijk in zo'n brein gebeurt. Dus in één zo'n studie zitten natuurlijk tienduizenden datapunten van hersenactiviteit. En met de menselijke geest kun je het alleen maar heel simpel benaderen. Maar met machine learning technieken kun je dus veel verder gaan. En dit team is nu op een niveau dat als ze jou in de scanner leggen... het algoritme is getraind op een algemeen gemiddeld brein... en ze vragen je om een getal tussen 0 en 10 in gedachten te nemen... zijn zij ongeveer 85% accuraat om te raden aan welk getal jij op dat moment denkt. Dus dat is letterlijk mindreading. Er is laatst in de Verenigde Staten iemand veroordeeld voor moord... op basis van een fMRI-scan. Dus het lezen van zijn gedachten uit het brein. En wat ze ook gedaan hebben, ze hebben mensen in slaap gebracht. En dan uit jouw slaap kun je dus dromen, beelden en associaties weer tot leven gaan roepen. Uit jouw brein halen. Of je dat wil, is een andere vraag natuurlijk. Ik kan me ook voorstellen dat wel wat ethische kwesties op gaat roepen. Maar waar het feitelijk op neergaat is... iedereen die zich bezighoudt met een commerciële uitdaging... de communicatie, de marketing daarvan. Ik heb misschien wat kleine tipjes kunnen geven vandaag. Maar hopelijk heb ik je een beetje kunnen inspireren... om die te gaan verdiepen in deze discipline. En ja, daar ook je nut mee te gaan doen. Dank jullie wel. Wil je meer ondernemerscolleges zien? Zorg dan dat je abonneert op het YouTube-kanaal van Baker Tilly Nederland.